Een hele goeie morgen iedereen, welkom bij de vlog. Mijn naam is Sim van Dijk en het is vandaag woensdag, dus het is weer vlog tijd. Ik wil een shout-out doen naar een collega van mij, Corrie, omdat ze de 150, of tenminste de 150 abonnee is van mijn kanaal, dus gefeliciteerd. Hartstikke bedankt voor supporting. Ja, het is Engels, ik weet het. Maar het is bijna 10 uur, of tenminste, het is bijna 9:45, als ik het goed heb. Ja, bijna 9:45. Ik word zo meteen opgehaald om 10 uur om rijles te doen. Dus, en na de rijles moet ik naar de tandarts om 11:30. Want ik heb hier aan deze kant elke tand afgebroken. En aan deze kant ook één. Dus ik moet weer naar de tandarts. Ik ben net voor controle geweest. En dan moet ik weer super balen. En deze kant is zeg maar gebeurd terwijl ik popcorn aan het eten was. Ik was niet echt een hard stukje aan het eten. Het was echt gewoon een zacht stukje. Maar toen in één keer toen ik begon te kauwen. Toen in één keer voelde ik iets hards. Dus ik kijken. En was in één keer een stuk tand van mijn tand af. Dus en hij doet af en toe doet hij gewoon echt vreselijk veel pijn. Ik heb maandag deed het echt heel erg zeer. Ik voelde me ook niet lekker daardoor. Ik had het hartstikke warm. Dus ik heb wat pijnstillers geslikt. Dus ik moet weer naar de tandarts. Totaal geen zin in, want ik heb echt een hekel aan de tandarts. Wie niet? laat even in de reactie weten of je het nou fijn vindt bij de tandarts of niet. Ik vind niet zozeer... de persoon vind ik niet erg. Hij is hartstikke aardig en zo. Maar wat hij allemaal doet, dus boren en dat soort dingen, daar heb ik gewoon heel hekel aan. Dus ik ben echt bang dat deze tand eruit moet getrokken worden. Daarna, als dat allemaal is gebeurd of hij moet gerepareerd worden, ik heb geen flauw idee. Ik denk dat er ook foto's gemaakt moeten worden. Want ik ben echt bang van dat er nog meer tanden gaan breken, want dit is natuurlijk niet normaal. Hoi mensen, van Kim van Dijk. Ik sta naast Kim. En jullie kijken naar een nieuwe video van haar. Dus ik zou zeggen, druk alvast op het duimpje omhoog. En het wordt zeker een leuke video. Doei! Daarna ga ik even naar het werk. Want Patrick die is wat vergeten. Dus die moet ik even meenemen. En daarna ga ik nog even de stad in, denk ik. Even nog wat... dingen regelen of dingen even bekijken. En daarna, ja, eigenlijk in principe is dan eventjes een uurtje voor mij. De reden waarom ik dit doe, zeg maar, omdat ik merk dat ik heel snel moe ben de laatste tijd. En ik denk dat het komt omdat ik gewoon vitamine tekort kom. En sowieso gewoon... te weinig rust neem voor mezelf. Dus dat ga ik doen. Ik ga trouwens ook even kijken voor een mop weer. Want ik wil eigenlijk gaan dweilen vandaag. Want er is een tijdje niet gebeurd en mijn mop is afgebroken. De laatste tijd dat ik ging dweilen. Dat was de laatste keer dat ik ging dweilen. Dus ik moet even een nieuwe stok hebben. Dus volgens mij kosten die stokken niet zo duur. En anders moet ik ook compleet een nieuwe mop halen. Nou, geen zin in. Logan is ook van de partij. Hi Logan! Logan, wil je ook in de vlog? Hi Loki Lok! Hi Logan! Hi! 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 Hi, hi! Maar goed, wat gaan we verder voor de rest doen vandaag? Ja, niet zoveel. Ik ga vandaag ook nog even koken. Weet vandaag nasi. Dus lekker. En ik moet jullie heel eerlijk bekennen, de maanden gaan echt nu zo snel. Het is nu al december, het is de laatste maand van dit jaar. Zometeen komen de drukke perioden, kerst, oud en nieuw. En ja, dus we hebben nog een hoop te doen deze maand. Deze maand hebben we ook volgeboekt. We gaan aankomende zaterdag gaan we naar mijn paken toe, dat is Fries voor opa. Mijn moeder had gevraagd aan ons of we eventueel die kant op konden gaan. Dus we gaan zaterdag gaan we dus weer naar Zwolle. Gaan we naar mijn paken toe. Zondag komen mijn schoonouders, oftewel de ouders van Patrick, die komen deze kant op.
De buurvrouw hiernaast, die gaat ons dan helpen met de kerstboom optuigen. Dus dat wordt eigenlijk leuk. En dan komt daar in die hoek. Daryl. Dus we moeten even die gitaar even een andere kant op doen. Even een andere plekje. Ja, Logan. En er staat waarschijnlijk volgend jaar nog iets te gebeuren. Maar ik ga jullie nog niet vertellen wat, want ik weet ook nog niet wanneer. Het enige wat ik jullie wel alvast kan meegeven, zeg maar, voor volgend jaar, is dat ik in januari eventueel examen ga doen voor mijn praktijk. Voor de auto, dus dat wordt heel spannend. Hé Logan, dat wordt spannend, hè? Ja. Plofkip. Plofkip. Sowieso moeten natuurlijk ook nog kerstcadeautjes gehaald worden. Dus dat moeten we ook nog even een dag doen. Volgend weekend hebben we ook voor geboekt. Volgens mij hadden we iets. Ik weet niet zeker. Oh ja, dat is de 18, 19e en 20e. Volgens mij hadden we toen al iets. Maar in ieder geval, ik weet dat we de 17e hebben een feestje op het werk. Dan krijgen we ons kerstpakket. De 19e zullen we volgens mij ook nog wel doen. Ik denk sowieso kerstcadeautjes halen, want dat moet echt wel gebeuren. De 20e hadden we volgens mij ook wat. Maar dat weet ik dus niet zeker. In ieder geval, we gaan dus eventjes wat shoppen. De 12e hadden we volgens mij al wat. En de 13e. Maar dat weet ik ook niet zeker. Oh ja, tuurlijk. 12 en 13e zijn we in Duitsland. Duh. 12 en 13 december zijn we in Duitsland. We zijn op de kerstmarkt. Dus dat wordt hartstikke gezellig. Ik ga jullie natuurlijk meenemen. Ik laat jullie natuurlijk alles zien. Ik laat jullie natuurlijk zien wat we allemaal doen daar. Ik neem mijn laptopnummer mee, zodat ik kan editen. Zodat ik dan jullie kan verzorgen met een vlog. Een hartstikke leuke vlog. En Logan, die komt ook even voor je zeggen. Die komt onze kooi uit. Kijk maar. Hi! Hi! Kom maar! Kom maar! Kom maar! Kom maar! Kom maar! Kom maar! Hallo, Logan! Hi! Hi! Kom je ook hoi zeggen? Kom je ook hoi zeggen? Hallo! 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 Hallo, Logan! Hi! Hi Logan! Hi Logan! Hi Logan! Hi! Hi Logan! Hi Logan! Hi Logan! Ik was even de vlog van Pek Zwolle aan het kijken. Want ik weet dat ik hoe ik ben met voetbal. Als ik erg enthousiast ben, dan ja, dan zit ik er helemaal in. Oh ja, ik heb nu met Jury afgesproken. Dat is een YouTuber die ik ken. Die woont hier beneden. Link staat in de beschrijving. Hebben we gisteren een hartstikke leuke opname gehad. We hadden een soort weddenschapje, zeg maar, van wie het beste was in Skywars. En in eerste instantie ging het tussen Patrick en Yuri. En toen later kwam ik er nog bij. En toen hebben we dus gezegd van, nou goed, we gaan Skywars spelen in Qcraft. Nou, dat was echt hartstikke leuk. Een hartstikke leuke opname. zeker vooral op het laatst. Maar wat er is gebeurd, ga ik jullie nog niet vertellen. Ik zet de link, zodra de video online is, zet ik een link hier beneden. En dan, ja, dan gaan we wat leuks doen. Oh ja, aankomend weekend komt er ook nog een leuke video online. Een aparte video. Ja, ja. Patrick, die heeft gezegd dat hij wel de Russian Roulette wil doen.
Ik weet hoe heet die chips is. Tenminste, ik weet hoe heet die chips is. Ik weet dat het heet kan zijn. Nou, hou ik op zich wel van scherpe dingen, maar niet te scherp. Dus, maar Patrick die wou het graag gewoon proberen. Ik denk, oké, prima, ik doe mee. We maakten er een soort van girlfriend-boyfriend tag van. Dus dat wordt ook een hartstikke leuke video. Dus een extra video van het weekend. Ze had het ook over de Bean Boozle Challenge. Ik zal het nog even een keer navragen aan Patrick of hij dat echt wil gaan doen. Want geloof me, dat wordt ranzig. En ook gaan we terug in zijn kooi. Dus. Maar ik ga hem zo meteen klaarmaken voor autorijles. Want ik heb nog ongeveer iets meer dan 5 minuten. Nou heb ik autorijles. Vorige keer ging het hartstikke goed. Dus ik ben benieuwd hoe het dit keer gaat. Even kijken. Wat moesten we nog meer doen vandaag? Oh ja, ik moest nog even wat regelen. Maar dat komt allemaal goed. Verder voor de rest. Ja. Ik laat jullie zo snel mogelijk weten hoe het was bij de tandarts. Neem jullie natuurlijk mee. Ik ga niet buiten vloggen, want het is koud en het waait nogal. Of het waait niet, maar... Het is nog vrij koud, dus... Ik ga de Xbox even uitzetten. Ik ga uitzetten. Zo. Die uit. En die uit. Zo. Nou, dan zie ik je zo meteen naar rijles. Doei doei. Kijk, het is net zo knol. En zo knol. Ik had het zelfs niet idee, wist je wel? Echt? Ja, maar ik dacht, hoe moet ik dat doen met mijn vlogkamer? Ik dacht, laat ik het niet doen. Ik heb hem geoefend zelfs. Hij werkt gelukkig niet. Ik heb het gezien. Ja, dit is wat jij vaak gebruikt, hè? Klopt, heel vaak. Maar waarom? Is het leuk? Ik weet niet. Ik bedoel, je was net ook aan het lachen. Ik was aan het lachen. Ja. En het is gewoon knoppen, gewoon bam, knappen. Ja, ik zie dat je... Hey, in the wake of dawn I see you shine. When I feel that heartbeat, I fly so much higher. Fly so much higher. Take my hand, don't let go, skyward bound.